De meest duurzame fabriek ter wereld staat hier in Haaksbergen. Maar wie weet dat nou? Ja, we zijn inderdaad gewoon de meest duurzame fabriek ter wereld. Dat heeft te maken in een scoren, in de GPR-scoren. Maurice Bijk is trots op het bedrijf waar hij werkt en probeert dat gevoel van trots vandaag over te brengen aan zijn publiek, de deelnemers van de Twente Top. Ik mag ongeveer 10 spreekbeurten in de week geven en ik kom door heel Nederland. Als specialist duurzaamheid weet ik hoe mooi Twente is. Echt de meest gave producten, de meest gave bedrijven hebben hier in het oosten. Wij doen hier verschrikkelijk veel baanbrekende dingen op high-tech niveau. Het is te weinig zichtbaar naar buiten toe. Onze medebewoners hier in Twente weten het vaak niet eens wat voor mooie dingen hier gebeuren. Ondertussen leidt Maurice de deelnemers van de Twente Top verder rond door de groenste fabriek ter wereld, waar alle medewerkers uitzicht naar buiten hebben en kunst aan de muur bij de bedrijfsfilosofie hoort. Alles wat je hier ziet, dat is eigenlijk zo gemaakt dat onze mensen hier goed en prettig kunnen etaleren. Dat is bijvoorbeeld het noordenlicht wat je hierboven ziet. Het noordenlicht is zo belangrijk. Het regelt de hele bioritme van de mensen. Daglichttoetreding, maar ook de akoestiek is een thema. Transparantie. En waarom is dit nou zo belangrijk? Als je helder neer kan zetten waar je goed in bent, dan wordt het ook attractief voor talent om naar je toe te komen. Twente, niet langer de regio waar talent verdwijnt, maar waar talent juist naartoe komt om te werken of te wonen. Wij krijgen bijna elke maand een nieuwe collega. Sinds de nieuwbouw, sinds wij ons zo etaleren, zien wij aan alle kanten dat wij gewoon een ontzettende, gezonde, een hele mooie groei doormaken. Het levert ook geld op. Het is een mooie regio waar je alle voorzieningen, misschien niet op het niveau van Amsterdam, maar er is toch wel heel veel hier goed voor elkaar. Het is een betaalbare regio. Dus laten zien wat de kwaliteiten van de regio zijn en hoe je hier zelf gewoon jezelf kan ontplooien in deze regio. En als we dan met z'n allen kunnen, het besef dat wij hier in het prachtig achterland. De biodiversiteit is hier geweldig. We kunnen hier naar een biobased industrie. De high-tech campus, de technologie en natuur. Als we dat op enerlei manier met elkaar kunnen verbinden, dan hebben we een unique selling point, zoals dat in marketingtermen netjes heet. Daar kunnen we dat etaleren en daar kunnen we allemaal gewoon een heerlijke boterham aan verdienen op een eerlijke manier. Maurice ziet het helemaal zitten. Nu de rest van Twente nog. De inwoners van Twente die hun regio moeten gaan verkopen. Niet in plat-Twents en zelfs niet in goed Hollands. Als je wil laten zien wat wij zijn als regio in het buitenland, dan moet je dat niet in het Nederlands doen, want dat begrijpen ze niet. Dus je moet dat in het Duits doen als het gaat over Duitsland. Je moet het in Engels doen als het gaat om andere internationale regio's. De inwoner van Twente moet weer taalles krijgen. Ik vind van wel. Ik vind dat het echt absoluut noodzaak is dat je de taal van je buren leert spreken. Engels, dat leert iedereen wel. Dat is een kwestie van doen en ook communiceren in het Engels, in onze websites in het Engels maken. Duits, kinderen vinden het lastige taal. Ik weet het uit mijn eigen verleden ook nog wel. Toch doen. Het is een goede investering in je toekomst. Trots zijn op Twente en dat zichtbaar en hoorbaar naar buiten brengen. Toch heeft de Twente Top meer opgeleverd dan alleen dat inzicht. Want om Twente beter op de kaart te zetten, is ook een betere infrastructuur nodig. Betere verbindingen, snellere verbindingen. We hebben daar vanmorgen ook heel concreet over gesproken. Dat wij dat thema bereikbaarheid in de komende weken en maanden nog veel specifieker zullen maken. Richting de verkiezingen. Richting de verkiezingen. Bij de Haagse politiek, zodat het ook in die verkiezingsprogramma's hopelijk voor een deel nog mee gaat worden genomen. En in ieder geval moet daarover gecommuniceerd en gesproken worden.